Welkom bij Reageer op 1. Nu komt er een heel lang een extra video, maar we hebben hier Fortnite Fails gewinst. Oké, geeft iemand een wapen. Er wordt gekild door een vliegtuigje. Dat is een epic win. Oké, dit is een epic, dit zijn fails. Dit is een epic win. Oh my god. Wat is er gebeurd? Een trap of zo? Oh, hij landt net en dan gaat hij dood. Oh, die is goed. Oké, die is best leuk. En dan is hij not. Hij killt gewoon zijn teammate. Oké, dat was gewoon. Het is gewoon totaal unlucky. Voor die tegenstander. Dit is echt lucky voor die anderen. Nee, niet in de storm. Oh my god. Dat was een fail. Hij viel en toen was hij tweede. Archie. Huh? Hoe kan hij staan terwijl hij knocked is? Oké. Ha, clean shot. Hij had hem knocked en toen ging hij ook knocked. Toen ging hij dood. Minecraft Tag 13. Nou, ik ga je opzoeken op Fortnite. Want je hebt gewoon meer dan 3 miljoen scoren. Oh, en je reed ook nog. Oké. Hij gaat van de map of sowieso. Gozer. Moet dit unlucky zijn of lukken? Dit moet lucky zijn. Oh, hij ging ook nog dood. Dus dit moest echt lucky zijn hoor. Oké, sniper shooting. Dit is echt zo unlucky. RPG'tje. Hoppakeetje. Even een crash game opeens. Hè? Dat is nou weer irritant. Stinkbommen. Hoeveel AP had hij? 7 AP. Zo'n ding doet iets van 5 damage. Dus. Zo'n stinkbom doet 5 damage. Als het dan daar. Huh? Hoe kom je uit een loot crate? Komt gewoon niet eens een rocket launcher, quad launcher. Hij heeft gewoon 1 paarse quad launcher, 1 gouden quad launcher en 1 rocket launcher. En dan komen er. Oh, ik laat het gewoon zien. Kijk, er komen er allemaal rockets uit een loot crate. Niet eens items of iets. Niet normaal. En 1 shield gewoon. 50 pot. Ha! Dit was 10-0-1. Maar wacht, nee, dit is pas 1 miljoen. Dit is pas een score van 1 miljoen. Hij had bijna een score van 2 miljoen. Net was het dan allemaal 2000. Je moest gewoon niet gliden, je moet gewoon bouwen dan. Dit is unlucky sowieso. Sowieso dat dit unlucky is. En gaat hij dood. Lekker, en heeft hij een victory voor jou. Dat is chill. Oké, dat is best lucky. Dan haalt hij zo weer een andere kabel. Echt dood door een vliegtuig. Oh my god. Dit heb ik ook echt heel vaak gehad. Spring je teammate het vliegtuig uit. En dan komt het. Dan spring ik het vliegtuig uit. En dan zit je teammate er nog in. Maar dan bestuurt hij hem. En dan later maakt hij je knocked. Dat heb ik ook een keer gehad. Dit kan gewoon. Dit kan gewoon niet. Het kan gewoon niet.
Hij ziet hem niet meer. Oh my god. Je moet altijd Nox gaan in Ludley. Want dan weten ze niet waar je bent. Kan hij nog steeds leven terwijl hij al de hele tijd Nox is? En nu is hij pas dood. Doei, vliegtuig. Dat is best chill als je dan uit het vliegtuig springt en je gaat bijna dood. Epic winst! Oké, aan een vliegtuig vast. En bam, die is neer. Bam, die is ook neer. Hoeveel meter? 76, 67. Dit wil ik allemaal niet. Veel te dichtbij allemaal. Team Rumble. Hoeveel meter was dat? 111 meter. Dit wil ik. En ook nog eens een no-scope. Oké, Purpler. Maar deze heb ik al gezien. Victoria Real, lekker unshot. Hoppakee, lekker hoor. Hoeveel metertjes? Daar ben je wel echt proef voor. 119 meter, dit wil ik zien hoor. Als jullie ook nog... Kijk, als jullie nog even kijken op YouTube en je kijkt een beetje rond. Kijk dan even of... Wel, zeg dan tegen mij... In de reactie waar ik de volgende keer op moet reageren. Dat is niks. Ik spring waarschijnlijk op het vliegtuig. En dan killt hij ze alle drie. Bam. Bam. Allemaal neer bijna. Dan vliegt hij even terug. Trrr. Let's go. Allemaal neer. Bijna allemaal. Nog eentje na. Lekker, dat is de laatste. Oeh, dat is wel lekker hoor. Wordt dit een no-scope? Oh nee. Wat is hier Lucky aan? Wat is hier Lucky aan? Oh, victory. Oh. Bam. Bam, bam. Bam, primeurtje. Bam, 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 bam. Bam. Oh my god, dan ben je echt wel... Oh! Met gewoon je pickaxe slaan. Hij heeft hem één slag dood en hij heeft de victorie. Maar stel, deze no-skinners, die zaten in de top 2. Score van 1 miljoen, dat weet ik het zeker. Hoppakee, 178 meter, dit wil ik zien. Nog één iemand? Hij valt naar beneden. Hoppakee. Dat is wat je als je Victory Royale hebt, kan het gewoon. Ja, oké. Okay. Het is gewoon niet normaal dit. Maar ik dacht dat altijd in Unshot dat je alleen maar één shot had. Maar je had alleen maar snipers. Dus. Loot Lake. Bam. Bam. In één keer de hele squad. Oh, dit is met Facecam. Stomme reclame. Is dit World of Tanks? Nee. Vandaag komt het trouwens Fortnite online. Dus niet World of Tanks. Ik heb het net wel opgenomen, maar ik had toch liever zin in World of Tanks. Maar nu kan ik niet zien hoeveel meter, want zijn green. Hij zit achter een green screen en kan ik het niet zien. Dus het is grote hoofd ervoor. Daar kan ik het wel zien. 3, 2, 1. 108 meter. Dit wil ik zien. Dit wil ik zien, dames en heren. Hij gooit een basketbal. En hij gaat er doorheen. Oh my god. Dan ben je wel echt pro. En een victory royale door een trap. Die traps zijn zo chill altijd.
Lekker dan. Oké. Hoppakee. Hoppakee. Ik had gewoon iets van 5 kills. Toen ik net landde, gewoon in denk ik 5 kills. Maar dit is allemaal veel te dichtbij, dus dit hoef ik niet te zien. Oh my god. En bijna al je teammates waren genokt. Hoppakee. En Victory Real. Lekker. Vraag mensen zich wel eens af hoe vaak jij een solo win hebt gehad. Ik heb 2 keer solo win gehad. En duo win heb ik iets van 5 keer of zo. En dat was met een random duo ook wel eens. En dat heb ik 3 keer gehaald. En voor de rest was het met een. Waren het met vrienden. En dat bedoel ik niet met jouw leef. Oké. Volgende Victory Royale. Maar ja, bedankt alweer. Wacht, nee, alweer. Red Urkus Igert. Bedankt voor deze video. Abonneer op deze gasten. Ik zou ook even abonneren. Zo. En nu kunnen jullie ook meegenieten. Dan kunnen jullie op hem abonneren. Bedankt voor het kijken. Deze video hopelijk voor hem leuk. Blijf dan selectie en abonneer. Kan hier beneden. Tot de volgende video. Later!